Het water uit de Coroni-swamp is nu al jaren niet meer toegankelijk voor de bewoners in Coroni. De oplossing hiervoor zou zijn het aansluiten van de Coroni-swamp op de Wayambo-kreek. Dit voorstel is eerder gedaan aan de minister van Openbare Werken tijdens zijn bezoek aan het district, zegt bewoner Cleon Gonsalves Jardin de Ponte. Als bewoner vindt Gonsalves het jammer dat er niets met het voorstel is gedaan. Ik heb naar een studie gevraagd. Ik weet dat het gepaard gaat met wat financiën. Maar nu zitten we dan nu hiermee. Ja, en ik hoorde een vertegenwoordiger van een SWM nog zeggen. De Surinamer zal over elk liter water, kubieke water, moeten betalen. Terecht. Terecht, laat dat gebeuren. Maar die randvoorwaarden, alsjeblieft. Waarom heeft de minister hieraan niets gedaan, die randvoorstellingen? Want het kan nooit zo zijn, we hebben een enorme grote swamp. En ik praat altijd erover. Een enorme grote swamp. En we beschikken niet over dat water, ja, om die arealen te bevloeien. Gonsalves is er bang voor dat ouders hun kinderen iets zullen aandoen voor het vermorsen van water afkomstig van de SWM. Omdat het water duur is. Het gebied heeft een overvloed aan water en toch ontberen de bewoners water. Gonsalves doet een beroep op de OW-minister om zijn voorstel nogmaals in overweging te nemen. Ik ben in het district. Ik zie dat iedereen al een tuin begint op na te houden op het achtererf. De situatie dwing je om dat te doen. Dus je zou dat moeten doen. Maar voor gebruik industriewater. Voor de tuinbouw, de landbouw, de veeteelt, de varkensteelt. Ja, het gaat ons te duur kosten. De SWM is deze week begonnen met het plaatsen van meterkasten in het Kokosdistrict, zodat de bewoners kunnen worden aangesloten op het waternetwerk.